Scholen zijn tegenwoordig pure concurrenten van elkaar. En door middel van toernooien laten we ook zien dat we als scholen onderling een band hebben. We doen teams mee uit Groningen, uit Den Helder, uit Arnhem, uit Nijmegen, uit Amersfoort, Zwolle, uit Enschede. Dus eigenlijk Goes, dus eigenlijk een groot gedeelte van het land. Het was leerzaam, ik heb veel ervaring opgebracht, omdat ik hier, dit is het eerste jaar dat ik hier kom. We hadden twee sterspelers die niet meededen, dus we hadden wel kunnen winnen. Ik kom volgend jaar terug, ja. Dan winnen we. Het niveau is hoog, dat zien we telkens weer als er nieuwe ploegen komen met liefhebbers. Die worden toch in 22 minuten tijd er aardig vanaf getikt. De finale vond ik goed gaan, we bleven rustig. We hadden gewoon afgesproken vanaf game 1 dat we gewoon rustig moeten blijven als team moeten spelen. We moeten controle over de wedstrijd natuurlijk. Ik heb nog nooit met deze jongens gespeeld. Het is de eerste keer dat we samen spelen en alsnog kunnen winnen. Het is wel leuk dat dit Nederlands kampioen, weet je, want het is niet elke dag, weet je. We waren allemaal een eenheid, dus als wij dan minder gingen spelen, dan ja, kregen we gelijk punten tegen. Dus we moesten ook gelijk als eenheid blijven en zo bleven we dan in het spel. En dan zal je zien dat wij individueel spel beter zijn, dat we sterker zijn. En je zal merken dat je dan gaat winnen. Voor de eerste organisatie vond ik zeer goed. Alles verliep wel lekker. Het verliep eigenlijk soepel gewoon eigenlijk. Zei dat dus alles on point gewoon. Geef het een 9. We'll be right back.